Aspect van discotheek Boccaccio live en de gemeente Halen een nieuwe Europese richtlijn. Dat zegt voorzitter Korthals van de Europese werkgroep, die vanmiddag met 10 buitenlandse professoren de discotheek bezocht. Het succes van het veiligheidsproject werd eerder al onderstreept met de toekenning van de Hein Roethoff-prijs. Vanmiddag is de Europese werkgroep CMTC 325 naar Halen afgezakt voor een werkbezoek aan de discotheek Boccaccio live. Deze werkgroep is belast met het opstellen van Europese richtlijnen in zaken sociale veiligheid. De professoren kwamen kijken of het veiligheidsproject dat de disco samen met gemeentebestuur en ordendiensten uitwerkte als Europese norm kan dienen. Het project werd al bekroond met de Hein Roethoff-prijs omdat het sinds september 1995 komaf maakt met geluidshinder en andere overlast. Het belangrijkste van die oplossing is dat we één gecentraliseerde parking op openbaar domein hebben ingericht. Die wordt gehuurd door de uitbater van de discotheek en betaald aan de gemeente. Met andere woorden, de straat wordt parking en wordt afgezet voor het verkeer. De politie van Halen en de Rijkswacht van Herdenstad werden erbij gehaald om alle aspecten van het initiatief te becommentariëren. Een snelle rondvraag leert dat het selecte gezelschap het veiligheidsproject wel ziet zitten. Of zoals deze architect uit Kopenhagen met de nuchterheid van een buitenlander opmerkt... I think you have made a good solution here with the circumstances. What I can't understand is why the discotheque is placed here in the first place. Why didn't you place it outside of the small town or in a bigger city or something like that? So first you place it here, you got a lot of problems and then you solve them. Yes. De kans dat het veiligheidsproject van de Boccaccio daadwerkelijk een nieuwe norm voor Europa wordt, is reëel. Volgens voorzitter Korthals van de werkgroep liegen de resultaten er niet om. Het gebeurt heel zelden bij projecten dat je zo'n enorme daling van de criminaliteitscijfers hebt. En men is met 10 of 20% al heel tevreden. En hier is het 90%. Dus lijkt het me vrij gemakkelijk om het succes te bewijzen. Eind dit jaar moet de normtekst af zijn. Als die wordt goedgekeurd, is dit Limburgse voorbeeld in het jaar 2001 de nieuwe Europese norm.